De Vereniging van Economisten in Suriname, VES, heeft gisteren voor de 16e keer de VES CEO Talk georganiseerd. Het thema was ondernemen in Suriname, doorzettingsvermogen en vernieuwen tegen de stroom in. Bij de CEO Talks komt een succesvolle ondernemer of directeur aan het woord die zijn of haar ondernemingservaringen deelt met het publiek. Bij deze 16e editie was het de eer aan Irene Spangentaal, directeur van HEM Suriname NV. Het is een familiebedrijf dat sinds 1898 bestaat en begon met handel drijven naar onder andere het Oosten, Nederlands-Indië en de Antillen. De directeur zegt dat een bedrijf in deze tijd moet weten wat zijn normen en waarden zijn. Het zijn normen die wij heel erg belangrijk vinden. Het gaat over vooral integriteit. Dat woord zal ik nog een aantal keren gebruiken. Dat is een heel belangrijk onderdeel van wie wij zijn. Respect, loyaliteit, innovatie en passie. Dat zijn de waarden die wij met z'n allen hebben geformuleerd als zijn heel belangrijk voor ons als bedrijf. Hier komt nog een keer in de tijd, en dit is een mooie. Choosing your thoughts and actions based on values rather than personal gain. Dit is niet zomaar een plaatje. Dit is iets waar wij elke dag eigenlijk mee bezig zijn. Want in deze omgeving zijn er heel veel keuzes die je moet maken. En heel veel keuzes betekenen ook minder sales. Gewoon direct. En die keuze maken wij elke keer heel bewust. En daar voelen we ons wel bij. Spangentaal zegt verder dat vanaf 1957 de Hollandse Exportmaatschappij een eigen kantoor had aan de Herenstraat. In 1962 is er een aparte Surinaamse NV opgericht, de HEM Suriname NV. De binnenstad werd te klein voor het bedrijf en na heel veel verschuivingen zijn ze gestart met de bouw van het nieuwe pand in 2015 aan de Hendrikstraat. Vandaar dat ik toen heb gezegd, nou ja, no matter what, we gaan het gewoon doen. En toen kwam dus inderdaad dit gebouw. En ondanks het feit, daar ga ik straks wel even op in, dat is in het volgende hoofdstuk van de grote uitdagingen, dat dit uiteindelijk door de hele koersontwikkeling, precies op het moment dat we gingen bouwen, dubbel zo duur is geworden, heb ik toch geen spijt. Ik merk dat het een bepaalde uitstraling heeft gegeven aan ons, aan onszelf. We hebben zelf, het bedrijf zelf. Ik merk het ook zelf. Ik voel me toch anders op de een of andere manier. Ik kijk minder kritisch naar alle kosten en denk van ja, als we A zeggen, moeten we ook B zeggen. En ik merk ook de uitstraling naar buiten toe, zowel lokaal, maar ook bijvoorbeeld in de regio, dat mensen opeens zullen zeggen, oh, dat is een heel groot professioneel bedrijf. Ja, want we waren eerst zo verschillend. Nu zie je het wel. En wat dat betreft hebben we absoluut geen schrijf van en zijn we heel erg blij mee. Irene Spangentaal, directeur van HEM Suriname NV. Ze sprak gisteren tijdens de 16e editie van de VES CEO Talk met als thema ondernemen in Suriname, doorzettingsvermogen en vernieuwen tegen de stroom in. De CEO Talk is gehouden in de bankethal van Hotel Torarica.